Deze nieuwsuitzending die gaat over BTW en belasting in het algemeen. De inleiding hiervoor moet je vinden in de vorige uitzending en die gaat over wereldvaluta. Daarin vertel ik hoe het zit met inflatie. Inflatie is niet leuk. Het is nooit leuk geweest, zal het ook niet worden. Het slaat namelijk nergens op. Voordat ik ga beginnen met te luisteren naar mijn eigen gewauwel, ga ik reclame maken. En dat moet wel. Want in de titel van deze video-uitzending staan de namen van twee mannen. En de ene is Alan Watt, dat is een Schot. En die andere is Jörg Gliesman, en dat is een hamburger. Specifiek komt hij uit het in die tijd nog protestantse deel van Duitsland. Tegenwoordig is het ook natuurlijk weggevaagd. Jörg Gliesman is een groot fanaat van Maarten Luther. En ik ook. Je kan zeggen, ja, maar tegenwoordig hebben we Julia of Julius Assange en Edward Snowden. En dat zijn klokkenluiders. Nee, dat zijn een stelletje homo's die af en toe wat... Dat zijn geen klokkenluiders. Maarten Luther heeft het echt aan de stok gekregen met de paus. Nou, je moet het godverdomme zijn lef maar hebben. En Maarten Luther had gelijk. En dan is er van die kritiek op Maarten Luther. En die zegt van ja, maar hij heeft dat geschrift gemaakt. En het heet De Joden en Hunner Leugens. Nou, punt 1, we weten niet zeker of Maarten Luther dat wel geschreven heeft. En punt 2, we weten zeker dat er een fenomeen is en het heet Hofjoden. Dus misschien had Maarten Luther zijn werk beter kunnen schrijven onder de titel Hofjoden en Hunner Leugens. Dan zijn we daar ook mee klaar. Dus samen met Jörg Gliesman sta ik achter Maarten Luther. Een groots man. Een groot... Ja, nee, niet dat Maarten Luther groots is. Daar gaat het niet om. Het is een grootse gebeurtenis geweest. Dat er iemand onder ons was die... Maar Maarten Luther was een katholieke priester. Het was een insider. En die is naar buiten geklapt. Die is uit de school geklapt. En die heeft in het algemeen tegen iedereen gezegd... van nou, degene die mijn baas was, dat is de antichrist. Ik heb al die tijd vrolijk meegedaan om de armen te helpen. Maar dit slaat helemaal nergens op. Het is een scam. Dit slaat aan bij Jörg Gliesman. Luister naar Jörg Gliesman. Hij en ik denken over de Bijbel precies hetzelfde. Namelijk dat Jörg Gliesman meer versen weet te vinden dan ik. Ja. Ik ben zo'n sukkel. Ik lees Matthäus 7 en denk van wauw, ik ben eigenlijk klaar. En Jörg weet veel meer. Ik weet dat ik in de knoop kwam. Dat mijn helemaal haar was in de war. Want ik werd aangevallen door een katholiek. Een voormalig katholiek. En die zei, ja, die kutbijbel. En dan Numeri 31. Dan weet je toch wel dat het een kutboek is. Dus ik in paniek. Ik kom er niet uit. Hè.
Als ik naar Jurk toe skypen. Van, Jurk, hoe moet ik dat oplossen, jongen? En Jurk weet over welke katholiek het gaat. Voormalig katholiek het gaat. Hij is tegenwoordig, hè, die voormalig katholiek is dan tegenwoordig atheïst. Ja, ha, 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 ha. En Jurk had al tegen mij gezegd van, hou toch op. Je kan net zo goed praten tegen een steen. Ja, maar ik wil dit niet over mijn kant laten gaan. Ik wil die jongen van repliek binnen dienen. En Jurk zei tegen mij, ja, kijk het even lekker zelf uit. Hey, de Bijbel is een zelfverklarend boek. Waarom heb je mij nodig? Nou, en ik uiteindelijk op mijn pootjes weer terug. Van, Jurk, ik heb er gekeken op internet. Ik kom er nog steeds niet uit. Oké, zei Jurk. Dan zal ik het wel uitleggen. Nou, nu weet ik hoe het werkt. Numeri 31. Hoogtepunt van het Oude Testament. Een van de beste woorden van Mozes. Wat mij betreft. Ik kan de uren over lullen. Nou, dat is over Jurk. En Ellen Watts, die heb ik nooit gebeld. Die woont in Ontario. In het noorden van Ontario en dan ergens in de bossen of in een bosrijk gebied. Ik denk niet dat hij een eigen zwembad heeft. Veel te koud. En trouwens, bij hem boven, onder de chemtrails. Zij kijkt iedere dag vol verwondering naar hoe het wolkendek zich samentrekt vanuit een mooie patroon, net als op een appeltaart. Dat je van die stroken eroverheen legt met deeg en onder allemaal lekker appeltjes. En dan is er zo'n appeltaart patroon erboven. En dan denkt Ellen wat van, oh, ze zijn weer bezig. En ja hoor, dan trekt de hele boel trekt samen. Al die bariumoxide, aluminiumoxide, dat daalt dan neer op Ontario. En er is geen zon meer. Maar dat is vanwege de global warming, snap je? Je moet toch wat als overheid? We gaan het hebben over belasting. Dit was er wel genoeg reclame, hè, voor Ellen Watt en Jurk Liesman. Luister naar die mensen, alsjeblieft. Doe het voor mijn plezier, ja. We zouden kunnen afspreken dat als jij kan bewijzen dat jij 50 uur geluisterd hebt naar Ellen Watts en 50 uur geluisterd hebt naar Jurk Liesman, dan trakteer ik jou. En dan gaan we eten bij het beste Indiaans restaurant hier in Arnhem. En na afloop neem ik koffie en whisky. Of alleen whisky. Dat weet ik nu nog niet. En daarna neem ik je mee naar de krochten van Arnhem. Kunnen we nog een potje schaak spelen ook, als je dat leuk vindt. Ik betaal alles. Jij betaalt je eigen treinreis. Dat wel. Zover durf ik te gaan. Met hoe belangrijk het is dat ik reclame maak voor Ellen Watt en Jurk Liesman. Er is een oorlog gaande. Al heel lang. Een oorlog tegen het evoluerende deel van het volk. Een aantal van ons, ik ben volk. Ik ben geen aristocraat, helemaal niks. Ik ben het volk, een onderdeel van het volk. En tegen ons wordt een oorlog gevoerd. Als het volk zich evolueert, dan dat volk wordt vanzelf alsmaar slimmer, alsmaar slimmer, alsmaar slimmer. Dan krijg je familiebedrijven, die kunnen uitgroeien, jongen. Wow! En die volksfamiliebedrijven,
Die zijn zo eerlijk en zo transparant als wat. Nee, maar dat willen ze niet. Die lui boven ons, diegenen die oorlog voeren tegen ons, en zij verdienen aan de oorlog die ze voeren tegen ons. En niet alleen met de wapenverkoop, of dat ze Irak gaan bombarderen en dan hebben ze van tevoren, dit is gebeurd, hè, dat ze Irak gingen pakken, is er van tevoren overleg geweest. Er is een kaart neergelegd. Van kijk, je hebt de oliebronnen. Zo. En dan die en die en die en die en die. Nou, wie wil wat? En dan zat William B. Liar. Nee, dat zeg ik fout, hè? William B. Liar. Blair. Zo werd hij genoemd. Die zat er ook bij. Die zei, nou, namens de Engelse koningin. Wij nemen genoegen met die en die en die oliebronnen. En dan leveren wij zoveel militair personeel. En dan aan de andere kant, wie zat het toen? George Bush of zo? Ja, hij was Bush, ja. Hij had ook zijn onderhandelaar gestuurd. Van, nou, ik neem genoegen met die en die oliebronnen. Gaan we onderhandelen? Nou, wie hebben nog meer mee verdiend? Nou, ook de koninklijke Shell. Dat kan niet anders. Ik snap er helemaal geen reet van, hoor. Waarom er destijds bij de Coalition of the Willing... Kijk, ik hou niet van Engels. Punt. Dus dat geeft mij een bias. Een vooringenomenheid. Maar de term, de Coalition of the Willing? Welke willing? De coalitie der bereidheid? De coalitie van degene die bereid zijn? Ja, bereid tot wat? En dan was er zo'n uitzending en die stond op tv, heb ik die gezien. Een mannetje of vier in militaire uniformen. We are the coalition of the willing. En er was een Engelsman, er was een Canadees, er was een Amerikaan en een Nederlander. Er zijn nog vragen over gesteld in het Nederlands parlement. Stel ik je homo's van een parlementariërs. Die dat allemaal, die gaan aan de Kamer vragen stellen van, waarom stond er een Nederlandse soldaat? Ja, had je dat zelf niet kunnen weten? Mama, ik voel een druk in mijn anus. En wat moet ik ook alweer doen? Kan je me even helpen? En dat noemt zich dan parlementariër. Ha, 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 ha. Die oorlog in Irak heeft ons geld gekost. Zwaar. Plus het karma. Het heeft kwaad bloed gezet. Dus als jij volgend jaar of over 2 jaar ga jij naar het stembureau om te stemmen op de Socialistische Partij of GroenLinks. En als je binnenkomt, dan maak je de definitieve beslissing. Denk je, nou, het wordt toch GroenLinks. Nou, dan mag je vermoord worden als je naar buiten komt. En dan vraagt er nog even aan jou, wordt er gevraagd, heb je gestemd? En als jij zegt, mijn stem is geheim. Kogel door je kop, klaar ermee.
Want je bent medeplichtig aan wat wij als Nederlanders hebben aangericht in Afghanistan en Irak. En waar wordt het van betaald? Nou, dat wordt betaald van onze belasting. Wij werken hier in Nederland, we werken nog, maar ja, ik weet zeker dat een aantal van ons nog steeds werken. Wij werken hier in Nederland en die hoeveelheid productieeenheden die wij produceren, daar wordt ongeveer 70 à 80% van geskimd. Afgeroomd. Maar dat kan niet. Je kan niet 80% afromen. Waarom? Wat is er voor gedoe met belastingdruk dat je dat lekker vindt? Ja, kijk, mama, ik voel een beetje druk in mijn anus. En moet ik anders aan papa vragen om even zijn leuter in mijn anus te stoppen, zodat ik in mijn reet geneukt word, zodat ik kan voelen wat de belastingdruk is? Ja, zoiets ongeveer, ja. Ik wil niet eenvoudig overkomen, dat is mijn bedoeling helemaal niet. Ik heb het over de oorlog die gevoerd wordt tegen het volk. En ik spreek namens het volk. Ik ben jullie vijand niet. Behalve dat ik jullie ongelofelijke sukkels vind, omdat je helemaal niet begrijpt hoe je genaaid wordt in je reet. Maar ja, dat komt waarschijnlijk van al die homoseksuele reclame. Dat iedereen denkt van ik heb het al die tijd al gedacht hoor. Het genaaid worden in de reet is eigenlijk best lekker. En wat Perry nu zegt, ja, die btw-verhoging van laatst, dat vond ik eigenlijk wel lekker. De btw die gaat binnenkort naar 23%, wist je dat? Voor mijn verjaardag had ik mijn twee tantes op bezoek. Tante Til en tante Irene. Dat zijn de zusters van mijn vader, mijn overleden vader. En die stonden erop dat ze mij een cadeau zouden geven. Ja, dat is goed. Dat hoefde van mij niet, maar ja. Ik vond het al een hele eer dat ze... Want ze wonen allebei in Amstelveen, Amsterdam. Dat is een beetje niet te ver van elkaar. En dan helemaal naar mij toe. Daar ben ik al lang blij mee. Maar goed, een cadeautje, dat mag wel. En in die tijd luisterde ik nog naar Alex Jones. Dat doe ik echt niet meer hoor. Die man heeft een ban gekregen op YouTube en Twitter. En nu ook bij Apple. En bij Spotify is het eraf gedonderd. Alex Jones is een katholiek. Punt. Zo'n geordend... Ja, dat... Ja, Alex... Ja, anyway... Ik dacht van een paar t-shirts. En een pet. Daar heb ik een t-shirt gekregen. Dat was hartstikke leuk. En daar stond op... iets met... There was no place like... 127.0.0.1. Dat is een programmeurschap. En die heb ik gekregen. En die andere dan van Alex Jones. En een pet van hem. En die pet ben ik kwijt. Die pet is weg. Ja. En die andere pet van mij is versleten. Maar goed, er komt een spul, dat komt binnen. Hier in de supermarkt. Kan je dat ophalen? Ik denk, mooi zo, cadeau van mijn tweede anders. Ik heb het zelf, dat geld betaald. Met mijn creditcard. Die had ik toen nog. Nee, mijn dochter heeft het allemaal zo... Bliep, bliep, bloep, 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 bloep. Toen kwamen die spullen binnen in de supermarkt. En dan zei die beambte tegen mij, of beambte, ja, postbeambte. Die zei, oké, €7,50.
Ik denk van, wat? Het was inclusief verzendkosten. Wat er afgeboekt is van mijn creditcard. En dan moet ik 7,50 betalen om het mee te mogen nemen. Ja, zei die man, dat is invoerbelasting. Aha, dacht ik. Nee, nu gaan we praten, meneer de overheid. Dus Perritje Winkeltje, krijgt een cadeau van zijn tantes. Zijn tantes die krijgen netjes op internet wat het allemaal kost. En die zeggen, ja, doe dat allemaal maar. En dan pliep, ploep, 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 creditcard betalen. Inclusief verzendkosten. Ik krijg contant van mijn tante Til en mijn tante Irene. Allebei de helft. Dus zij blij dat ze mij een cadeau hebben gegeven. En dan ga ik naar de supermarkt om het op te halen. En dan moet ik 7,50 betalen. Ja, dan had ik tegen mijn tantes gezegd van laat me zitten. Ik heb geen zin in een cadeau dat mijn geld kost. Hoe gaat dan maar eventjes om de hoek lopen en dan koop je een kilo verse worst? Dan zou het te gek zijn als voor woorden dat je naar de slager gaat en dan zeg je mag ik een kilo verse worst? En dan kom je met die verse worst naar buiten en dan staat er een ambtenaar en die zegt hey, wat kostte die worst? Ja, laat de bonnetjes even zien. En ik zeg, nou, deze verse worst die kostte €5,50. Mooi zo. Dan €2,50. En dan mag je hem meenemen. Invoerbelasting. En niet alleen dat het uitermate irritant is dat er zoiets geheven wordt als invoerbelasting. Waar het ook uitermate vervelend is, is dat het allemaal geadministreerd moet worden. En dan heb je al die administrateurs aan het werk. Die doen helemaal niks. Die zitten de nutteloze belasting te controleren, zodat Jan-Peter Balkenende wel voldoende geld heeft voor zijn tweede vakantiehuis. Ja, want mensen zoals Jan-Peter Balkenende, die moeten wel in leven gehouden worden. Ja, inderdaad. Ze kunnen niet voor hun eigen levensonderhoud zorgen. Ik wel. Ik ben van het volk. En ik ga om met heel veel uitkeringstrekkers, maar niet alleen met uitkeringstrekkers hoor. Ik ken ook iemand die heeft een hele beperkte uitkering en die runt een speedboerderij, ja, dinges. En die bood mij aan, want ik vroeg me, want ik doe niet zoveel. Ik vind het erg lekker hoor, speed. Maar zo af, ja, niet eens af en toe, maar als het in mijn buurt is, dan kan ik het niet laten staan. Altijd een beetje in mijn mond. Ik vind het zo lekker, hè? Die metaalsmaak. Echt een goede speed, man. Hier in mijn keukenkastje ligt paracetamol. Dat is kinderspeed. Dat is ook gelijk het antwoord voor al die vrouwen met die alleenstaande moeders. En die krijgen van die doorgedraaide kinderen. Tenminste, dat wordt door het onderwijs en personeel. En dat zijn allemaal vrouwen. Wordt dat verteld. Van, nou, jouw kind is zo druk. Dit kan ik echt niet hebben in mijn glas. Nou, antwoord 1 is oprotten met die onderwijzer. Ja, ik ben onderwijs en personeel. Ik wil wel hele rustige kinderen in mijn klas, want ik kan geen orde houden. Nou, zeg het tegen je kind niet van. Je kind krijgt een ADHD-verklaring. Dat hebben ze zo voor elkaar hoor. Geen enkel probleem. Ja, dan krijg je binnen je verplichte gevolgsheids- gezondheidsverzekering, en jij bent alleenstaande moeder, dat is allemaal van je uitkering. Dat is allemaal geen enkel probleem.
krijg je Ritalin, Concerto. Maar dat geef je niet aan je kind. Ben jij hem af? Nee, die verkoop je op de zwarte markt. Dat zijn drugs. Je moet een verkoopadresje hebben. Dus dan krijg je elke maand een nieuwe set strippen voor jouw kind. Die geef je helemaal niet aan je kind. Nee, waarom zou je je kind amfetamine geven? Belachelijk. Voordat je kind naar school gaat, dan geef je het een paracetamol. En dan zegt je kind, ja maar mama, dit is een middel tegen hoofdpijn. Ja, zeg je dan. Wil je er twee? Eentje nu in je mik en eentje tijdens de lunchpauze. Ja? Je krijgt de koppijn van het onderwijs, of niet? Je kan wel wachten tot het kalf verdronken is om de put te dempen. Je kan ook van tevoren een anti-hoofdpijnmiddel nemen. Want jij moet naar dat vies woord onderwijs. Dan doe je dat hoor. Hey, belasting, ga er weg. Hebben ze ook nog accijns? Dat is ook weer... Ja, we slaan het op. Er zijn maatschappijen die laten die olie vanuit Amerika en Saoedi-Arabië... Die zwarte meuk. En die wordt dan in Pernis wordt dat gekraakt. Het gaat met kubieke meters per dag, hè? Dat is een business. Nou, dat spul kost zoveel. En wij betalen de billijke marktprijs. Kijk, de ene oliemaatschappij is niet zo slim als de andere oliemaatschappij. En dan gaat de overheid van ons zeggen... Ja, daar willen we accijns. Benzine-accijns. En wij, stelletje homo's, hebben daarvoor gestemd. Ja, ik zelf denk over geld erg makkelijk. Het is niet van mij. Dus het maakt mij niet uit wie het heeft. Het is toch niet van mij. Het is mijn geld helemaal niet. Een of ander corrupt systeem met stomme briefjes en rare muntjes... Ik heb er helemaal niks mee te maken en ik wil er ook niks mee te maken hebben. Maar dat je je vrijwillig laat beroven... Accijns over benzine. Waarom? Ja, Perry, maar we weten allemaal dat als mensen auto gaan rijden... dan moeten ze wegenbelasting betalen. Wacht even, ik ben je even kwijt. Ja, wegenbelasting, dat is oké. Ik weet ook dat hier in Nederland meer wegenbelasting wordt geïnd... dan dat er uitgegeven wordt aan wegenbouwbedrijven. Ze hebben geld over... Ze ondernemen ook allerlei projecten met wegen... waarvan ik denk, waar ben je nou weer mee bezig? Zo stupide. Wat ze bij Utrecht hebben gedaan de laatste tijd. Hey man. Ja, maar het is wel heel mooi hoor, wat ze daar hebben gedaan. Ja, behalve dat je niet meer heel makkelijk naar de Amsterdamse Straatweg kan. Die is mooi afgeblokt. Dan moet je om via Maarsen. Ja. Moet jij wel doorrijden naar Maarsen. En dan kan je terugrijden naar de Amsterdamse Straatweg. Ja, halleluja, prijs de Heer. Welke idioot heeft dat verzonnen? Oh, kijk, Perry, het zit als volgt. Kijk, de wegenbelasting, daar praat je over nogal wat geld wat er uitgeven valt. Dan wil je wel een duur project. Dus dan kies je al snel voor een dure oplossing. En denk ik, een dure oplossing voor welk probleem?
Ik snap het wel. Dagelijks gaan er heel veel mensen van Amsterdam via Utrecht naar Den Haag. En die andere kant gaan naar Den Bosch. En de volgende gaat naar richting Arnhem. En die gaan vervolgens naar Zwolle of zo. Ja. Dat begrijp ik wel. En dat zijn echt massa's veel mensen. Nou, die moeten netjes wachten op hun beurt. Want wat doen al die mensen daar? We kunnen ook wel... elke snelweg in Nederland maken we 10 baans. Maar als iemand vanuit Amsterdam naar Arnhem wil, ja. Ja, ik stond bij Vleuten in de file. Amen. Wat doe je dan om op dat tijdstip? Bij Vleuten, je weet het toch? Het komt voornamelijk doordat iedereen wil op dezelfde tijd thuis zijn. En iedereen wil op dezelfde tijd beginnen met werken. En dat laatste, dat is trouwens helemaal niet waar. Er zijn mensen onder ons, zoals mijn dochter. En die willen 's morgens om 6 uur uit de veren. En om 7:15... Ja, dan gaan die als eerste over de A2 scheuren. En dan heb je van die luilakken zoals ik. En dan om 10:45 denk ik... Ah, man. Hey, het is echt tijd om naar mijn werk te gaan. En dan ga ik om 10:45. Nee, we moeten allemaal tegelijkertijd in de file staan. Want anders hebben we geen file. En daarom gaan we A12 verbreden. En dat komt goed uit. Want de wegenbelasting dat is zo hoog. We hebben zoveel inkomsten. En we kunnen de ambtenaren salarissen niet verhogen. Dus dan gaan we het maar uitgeven aan belachelijke projecten bij Utrecht. Dank u wel, AUB. Hé, dan kan je nog beter in België gaan wonen. Waar ze helemaal niks doen aan de wegen. Maar terug naar benzineaccijns. Waar slaat dat op? En dan gaat Al Gore. Al Gore Smeerlap. Dat is Al. Dat is Spaans, hè? Al Gore Smerlapo. Ja, ik moet wel het correcte Spaans. Het is Mexicaans Spaans. Mestizo Spaans, hè? Latino, net als Maxima, El Gores Merlappe. Die gaat nog zeggen, ja, nee, maar als je dan die benzine gaat verbranden, dan willen we ook nog een heffing over de CO2. Ja, je hebt al accijns betaald. Ja, ik ben El Gores Merlappe. Kijk, je koopt je benzine, dat mag van mij. Daar betaal je accijns over, dat zonder meer, want je benzine gekocht. En als je dan die benzine opslaat in je kelder en je verbrandt hem niet, dan hoef je geen CO2-belasting te betalen. Ja, El Gores Merlappe, mag ik eventjes aan het woord? Als ik mijn benzine niet mag verbranden, want dan moet ik aan jouw belasting gaan betalen. Waarom zou ik dan benzine kopen? Nee, ik wil niet vervelend doen, maar El Gores Meerlap en mij in een kelder, in de Achterhoek. Met een goede internetverbinding, een paar lampen erbij, een bank. Het mag een leren bank zijn. Ik wil een fles wodka op tafel. Een asbak. En het recht tot roken. Een El Gore Smeerlap, die mag wat hij wil. Sparrood, mangosap. Veganistische salade, zeg het maar. Even een gesprekje tussen mij en hem. Het punt is, mensen die belasting heffen, die maken ons tot slaven. El Gore Smeerlap is een slavendrijver. Jan-Peter Balkenende is een slavendrijver. Mark Rutte ook. Om nog maar te zwijgen over Sonja Barends. Met haar fameuze uitspraak, morgen allemaal gezond weer op. Aan het einde van haar uitzending waarin ze heeft lopen liegen.
liegen op kosten van onze inspanning. Want als wij geen place meer schoonmaken, ja, dan zakt Sonja Barend weg tot aan niks. Nou, Sonja Barend is inmiddels ook al 70, zo. 75. Wat denk je als wij niks meer doen voor Sonja Barend? Wat er met Sonja Barend gebeurt? Het is onze inspanning die Sonja Barend in leven houdt. Ja, dat is een leuk idee. He, dat je nagedacht hebt van ja, ik ben een mens. Ik ben intelligent en ook creatief hoor. En ja, daar dacht ik zo van, wat zal ik eens gaan doen? Zal ik planten gaan houden? Of dieren? Of zal ik mensen gaan houden? Wat levert het meeste op? Nou, ik pak even mijn rekenmachine. Wat denk je zelf? Wat denk je zelf? Als je op grote schaal mensen gaat houden, dat is bingo, jongen. Al die mensen die krijg je heus wel zo gek dat ze allemaal gebouwen voor je gaan bouwen. Badkamers. En als die bouwvakkers klaar zijn, dan stuur je de superbouwvakker. En die gaat controleren of de plinten allemaal wel oké zijn. En dan zeg je tegen die bouwvakkers, nou dankjewel. En rot maar op. En dan komen de schoonmakers komen binnen. En die maken alles helemaal schoon. En zeggen oké, schoonmakers, rot maar op. En dan komt de interieurinrichter, die komt binnen. En dan zeggen ze, wow, zo, ik wilde dit en dat en dat. En dan zeg je tegen die man, rot maar op. En dan is alles helemaal klaar. Ja. En dan komt de brunette. Met rode pumps. Ja, het is een mooi boel. Dus invoerbelasting, slaat nergens op. Belasting op de toegevoegde waarde. Ik zou niet weten waar het op slaat. Accijns op benzine. Ik zou het niet weten. En bij benzine is het ook nog zo. Dat product dat kost dan, zullen we zeggen, 1 euro voor een liter. Het is denk ik minder hoor. Als je een beetje onderhandelt, een bulkafname, wow, dat is heus wel wat minder. Maar dan komt er eerst accijns overheen. En dan nog BTW. Onze auto's moeten jaarlijks gecontroleerd worden als ze ouder zijn dan 5 jaar. Zoiets. Ja, want anders is het een gevaar voor de medeweggebruiker. Maar ik zou niet weten waarom. Dus dan moet je auto voldoen. Dus dan wordt er gekeken of je achterlicht wel werkt. En nou, daar betaal je voor. Bij de Turk betaal je 16 euro. Of 20 euro. Ja, inclusief 21% BTW. Dus de overheid die zegt, ja, je moet ieder jaar moet je met je auto naar een gerenommeerd APK-keurstation gaan. En wij krijgen 21%. Ja, daar kan ik ook wel wat van verzinnen. Dat ik tegen Jan Punter Balkenende en zijn kornuiten zeg, van ieder jaar moeten jullie minnaressen gecontroleerd worden op geslachtsziekte. En wij krijgen 21% van de kosten voor jou. Want het is voor je eigen veiligheid, Jan-Peter Balkenende en Cornuiten. Jullie zijn het je fornicators. Oftewel op zijn Nederlands in de rondeneukers. Dus al jullie minnaressen worden gecontroleerd. Jullie betalen zelf en wij krijgen 21% van elke minnarescontrole. Controlatie wilde ik zeggen. Dat kan toch niet? Als mensen met een autootje van babbelde, met een los achterboord. En amen. Dan maakt het uit. Dat is ook file vermijdend hoor.
File ontstaat doordat mensen op de stukken waar ze heel snel kunnen rijden, gaan ze allemaal heel snel rijden. En dan, opstopping. Ja. Als je niet zo snel gereden had met z'n allen, dan was je aangekomen bij het knooppunt. Een stukje later, 10 minuten later, 5 minuten later. Dan had je wel door kunnen rijden. Ja, als we allemaal gaan lopen scheuren, en dan gaat er een of andere homo op zijn rem staan. Wow, file. Ja, hoppakee, zit de hele boel vast. Als je daartussen allemaal van die kutootjes hebt, autootjes hebt, met de oma van 68, en die mag nog steeds auto rijden, want haar bril is zoek. Dus die rijdt een beetje langzaam. Ja, die geeft het goede tempo aan. Maar rustig rijden. Kilometertje 50, 60. Allemaal kapotte auto's, zeg maar. Ik spreek toch wel een beetje zinnig, of niet? En belasting op dit en belasting op dat. Belasting op de controle van je auto. En accijns op benzine. Ik weet, er is opgeschreven in die tijd dat de katholieke kerk Duitsland echt overnam. Dat is 1940, 1945 en de rest. Merkel is ook een katholica. Toen hadden ze Duitsland goed in handen en toen hebben ze die schoolkinderen sommetjes laten doen over een geestelijk gehandicapte of psychisch gehandicapte, die kost je 5 50 mark pro maand. Het töten einer kanker kost het 200 mark. Ja. Ja, met de paus kan je lachen. De paus is ook de uitvinder van de belastingen, wist je dat? Dat heette aflaten. Die smeerlappen uit Babylon, die hebben ons boek gelezen. Oh, dus dat vinden mensen zondig? Dat vinden ze zondig? Oh! Je hebt daar money mee gemaakt, jongen. Een geweldige operatie, hoor. Dat was de eerste belastinginning. Die ging vet, jongen. De belastinginning op basis van de Bijbel dan, hè? En later is dat geconformeerd, heeft dat gemetasteerd. En nu denkt iedereen, nou, in Nederland voelen de mensen zich het meest veilig en we zijn het meest gelukkig. En dan gaat de BTW maar omhoog van 19% naar 21% als beloning voor onze overheid die bommen heeft gegooid op Irak. En ook heeft toegezien dat er in Afghanistan van alles gebeurde. En ook wel weet dat dus onze overheid liegt en wij vinden het fijn dat de belasting omhoog gaat. En nu de benzineaccijns, dat slaat nergens op. Punt. Ja, wij moeten elke dag tanken. Ha, 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 ha. Ja, elke dag niet echt, maar sommigen van ons wel. Accijns betalen? Waarvoor? Omdat ik het milieu vervuil? Ik rij een Renault Clio. Die rijdt op lood vrij. Wat is het probleem? Nee, ik kan inderdaad niet 150 rijden. Nee.
Dat kan niet met een Renault Clio. En dan moet ik accijns betalen over de benzine die ik daarin gooi? Voor wat? Waar is die overheid mee bezig? Wat hebben ze nou gepresteerd? De overheid doet op de derde dinsdag van september. Dan geven ze zo. Ja, de rekening voor het komende jaar is dat jullie zoveel gaan betalen voor dit en zoveel voor dat. En zo, ja, dat vinden wij. Ja, ja. Aha. Stel ik je smeerlapen. Accijns op benzine, afschaffen. Onderwijs, afschaffen. Erg strikt in zijn. Het heeft mij... Ik ben nu 59. Het heeft mij zo lang gekost... Nou, iets korter hoor. Toen ik 40 was. Dat is 19 jaar geleden hoor. Nee, dat is eerder geweest. Hoe oud was ik toen? Dat was 1998. Dus dat is... Nou, zo'n 20 jaar geleden. Nog iets eerder. 1996. Toen dacht ik, hey, maar wacht eens even. Want ik kan hoofdrekenen. Dus 35 keer 35. Weet je hoeveel dat is? Zullen we een wedstrijdje doen? Ja, jij zit nu achter jouw computer. En je hebt vast een appje, een rekenmachine. Ja. 35 keer 35. Ja, jij bent nu aan het klikken van... Oh, waar zit mijn rekenmachine? Oh, waar zit mijn rekenmachine? Ja. 1225. Ik ben er al een tijdje mee bezig. En de bedoeling is dat jullie daar eerder mee bezig zijn. Met die ervaring, die bewustwording. Dan ik. Erg belangrijk. Erg belangrijk dat je... Dat die belasting... Dat is alleen maar circus. Meer niet. Brood en spelen, of zo. Ja, spelen is het, ja. Brood is eten. En we betalen ons dood. Dit is Duits, by the way. Ik was op vakantie in Duitsland, dus in 2008. Daar vonden we een geweldige camping... En die zat op een heuvel. En nog hoger op die heuvel was een restaurant. En daar nog boven was een voormalig kasteel van een aristocraat. Nou, als het ware 3 verdiepingen lager, maar niet echt natuurlijk, want als je die heuvel aflopen, dan zat die camping. En ik moest wat vragen aan die man. En ik ben niet iemand die goed Duits kan. Dus ik was hartstikke zenuwachtig. En ik wachtte netjes op mijn beurt. Want ja, tegen Duitsers moet je heel beleefd zijn. Die mensen zijn zo vernacheld, jongen. Door de katholieke kerk. Ik wacht netjes op mijn beurt. En de man was aan de telefoon. En hij zei... Ich... Zahle mich tot. Auf diese Weise zahle ich mir. Ik ben niet zo goed in mijn Duits. Maar hij zei in de telefoon: op deze manier betaal ik zoveel belasting dat het afgelopen is met deze inkomstenbron. Dat kan je wel vragen, maar dan ben ik dood. Waarom laat je mij zoveel belasting betalen? Uh-huh.
Nou, toen hing hij de telefoon op en ik naar binnen. Ik zei, goeden dag. Dat kan ik dan wel, hè. Goeden dag. Mijn vragen, East, en aan de rest ga ik weer stotteren. Mijn Duits is niet zo goed. En die man die hielp mij. Oh, mijn stoel is. Ja, again. Ik heb hem geld gegeven. Zodat hij zich dood kan gaan betalen aan belasting. Yep. En zo gaat alles aan de kloten. En dan die andere vorm van accijns. Het benzineaccijns kan niet. Het slaat nergens op. Benzine is een product. Ja, nou en dat er van die hele grote tankerschepen komen vanuit, ik weet niet waar, komen ze tuf, komen ze naar ons toe. Nou, die rotzooi gaat naar Pernis, dat wordt gekraakt. En dan komt er van die benzine uit, of het maakt niet uit waar het vandaan komt. En daar accijns over gaan heffen? Als je daar een liter van koopt, dan willen wij... Het heette toch het kwartje van Kok, wat bovenop de accijns ging. Wat is momenteel de benzineaccijns? €0,50. Op een liter. En daarbovenop de BTW... En dan het allerergste, alcoholaccijns. Nee, het is niet het allerergste, by the way. Maar qua accijns, nog erger. Accijns op alcohol? Waarom? Ja, kijk, de mens is verslavingsdriftig gericht. En we willen toch dat... maar met benzine ook, hoor. Iedereen wil maar rijden met zijn auto. En wij als de overheid, die het beste met jullie voor hebben... een beetje minder auto rijden, minder auto rijden, minder auto... Nee, minder. En dat doen wij afrekenen via de valuta. Via de belasting. En aan de andere kant dat fileprobleem veroorzaken. Doordat tante Gerda in haar niet-APK-gekeurde auto... en trouwens is de bril verloren en die mag niet meer op de snelweg. En iedereen die scheurt er overheen en dan staan ze allemaal in de... Hoe noem je dat? Een tunnel heet dat. Ja. In de file. Een venturi. Dat is... betere woorden. Je hebt altijd knooppunten. En mensen moeten leren om geen files te veroorzaken. Allemaal tot rust komen. En tante Gerda rijdt er ook. Met haar Renault Clio. En die is de bril verloren. Dat is zachtjes rijden. Dan krijg je geen files. Wist je dat? En heb je een leeg stuk voor je, nou, dan scheur je vooruit. Maar ja, wel even kijken waar je belandt. En niet zeuren. Wij mensen hebben het recht tot reizen. Het is geen privilege. Dat dien je goed te beseffen. En benzine hebben wij tegenwoordig nodig om te reizen. Vroeger gebruikten we daar paarden voor of ezels. Dan ging je daarop reizen. Een mens kan op een dag... Die vierdaagse hier in Nijmegen... en dan kan je 40 kilometer per dag lopen... En dan moet je trainen. Als jij in één keer 40 kilometer gaat lopen. En de volgende dag ook. Blaren aan je voeten. Op zich is dat een goede aangeving van de heren. Dat wij niet van hot naar her moeten gaan. Dat kunnen we niet.
Wij moeten lokaal opereren. Nou, dan wordt dat zo goed als onmogelijk gemaakt vanwege de economische herinschikking of zo. Dus dan moeten wij, om te kunnen werken, 40, 50 kilometer per dag minimaal heen en terug. Daar heb je een auto voor nodig. De drummer van, mijn drummer mag ik zeggen, Wout, die werkt, die is begonnen in de ingenieursopleiding samen met mij. En hij heeft tegen mij gezegd, tegen ons gezegd, ik kap ermee. Ik word bouwvakker. Ik ben het gezeik helemaal. Intellectuele gedoe, laat me zitten. En hij vertelde mij laatst, dat had hij een mooie nieuwe klus. Meneer heeft geen vaste baan. Zo. Ooit geprobeerd om een VOF, een vereniging onder Vimanten. Ik denk, wauw, ja, Wout gaat lekker. Die kerel heeft hem opgelicht. Ongelofelijke homo. En nou is hij niet eens ZZP'er meer. Door die uitzendbureauwerk. Hij is ouder dan ik. Ja, ik heb nou een klus. En dat is in de, wat zat hij nou? In de buurt van Velp. Hij zei, dat is zo'n mooie fietstocht. Maar kijk, niet iedereen is zo. En daar heb je het wel over. 20 kilometer, hoor. Nou, dan doe ik het op de fiets. Lekker. S'morgens om 6 uur de deur uit. 20 kilometer fietsen. Ja, 3 kwartier is natuurlijk geen enkel probleem. Dan kan je heel rustig zo trappen. Zo woe, de boe, de boe, de boe. Oh, dat was in Bemmel toen, ja. Wout woont in Oosterbeek. Van Oosterbeek naar Bemmel. Oh, lekker op de fiets. Ik zei, hoe doe je dat dan? Welke weg neem je dan? Nou, zei Wout, 's morgens neem ik die weg. En als ik naar huis ga, dan neem ik die weg. Zo. Nou, dat lijkt mij een leuke werkdag. Maar zo gelukkig is niet iedere Wout. De meeste mensen hebben een auto nodig om te werken. En dan betaal je accijns en btw over je benzine. Dit is onderdrukking. Wout heeft ook gewerkt in Utrecht. Ja, dat moest met een auto. Dat kon niet anders. En dan moest hij 's morgens om. Echt vroeg hoor. Om 6 uur of zo. In Veenendaal. Melden. En dan met z'n allen in een bus. En dan naar Utrecht toe. En dan slopen. Het was een sloopklus. Ja. Nou, Wout is een bouwvakker. Nou, wat een bouwvakker in elkaar heeft gezet. Nou, dan kan Wout wel slopen. Die weet wel hoe die bouwvakker dat gedaan heeft. Nou, die bout moet je zo aanpakken. En Wout kan slopen. Hebben ze daar een liftschacht gesloopt. Van een hoog flatgebouw. Gewoon heel voorzichtig doen. Hup, die moet los. En Wout zei tegen mij, dat was zo'n leuke tijd. Ik heb nog nooit zo gelachen met mijn collega's. En de overheid mag lachen. Want Wout gaat slopen in Utrecht. En dat busje, dat rijdt er zoveel. Dat was een dieselbusje. Dan heb je ook weer zoveel accijns. Zoveel dieselaccijns. Het is het uitmergelen van mensen. En dat mag niet. Dat mag van niemand niet. Dat mag van mij niet. Dat zou van niemand mogen. En dan zitten wij in die soepzooi. Want je kan niet per morgen zeggen van nou, ik ga naar de, ik heb ook laatst een geintje gemaakt, was ik hier in de kroeg. Ik bestelde een glas rode wijn. Ik zei, ik wil graag afrekenen zonder EU-belasting en alles wat erbij hoort.
En die vent achter de bar, die werd boos, jongen. Ja, als je geen Europese Uniebelasting wil betalen, dan moet je maar oprotten uit de EU. Yep. Ik begrijp het eigenlijk niet. Ik denk dat er iets is misgegaan. En bij ons allemaal. In het accepteren dat je ouders. Dat waren slechts een man en een vrouw. Twee mensen. Wij hebben te veel verwacht van die twee mensen. Zoiets. Ja. Of we zijn letterlijk in onze reet geneukt door onze eigen ouders. Want dat is heel veel gebeurd. Zitten we nou in de naweeën daarvan? Zodat Jan-Peter Balkenende meer belastingcenten innen kan. Van ha, 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 ha. Dat idee met de NVSH. Nederlandse Vereniging Seksuele Hervorming. Dat heeft een ontwrichting veroorzaakt in gezinnen. Dommere mensen opgeleverd. En we weten niet meer waar we moeten beginnen. Dat de bedoeling was. En dan kunnen ze nu de BTW gaan verhogen naar 23%. Want dat is al aangekondigd. Dus als iemand in de Europese Unie van een grondstof iets maakt wat mooier is. Je koopt wol en een gouddraad en wat alles. En dan maak je een mooie jurk. En die verkoop je voor 100. Nou, dan wil de paus 21%. Dus als je dat niet wil betalen aan de paus, geen mooie jurk maken. Heb je dat goed begrepen? En de paus kan er niks aan doen. En de paus is zo zielig als een lintworm. Die kan alleen maar bestaan bij de goedheid van de gastheer. Dit heb ik mooi gezegd. Ja, zolang een lintworm een goed mens heeft, wat lekker beweegt en lekker eet en mag poepen wat je wil, dan maakt die lintworm geen donder uit. Dan kan die lintworm allemaal eitjes in jouw poep stoppen en jij zo. En al die eitjes, die vinden wel een nieuwe. Maar de mens moet wel. De gastheer van de lintworm, die moet in leven blijven. En als die lintworm een gastheer heeft, die dan. En dan zakt die gastheer, die zakt weg in de natte modder of whatever. En dan komen de vliegen komen eraan. En die lintworm denkt, ja, maar ik was hier de gast. Ik was in de. Ja. Nee, ha, 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 ha. Nee, die lintworm krijgt helemaal geen eten meer. Want zijn gastheer is dood. Het is een hele gevaarlijke schaats. Die Babylon met ons voert. Schaats. Een hele gevaarlijke schaats. Die Babylon met ons schaatst. Ze gaan er zelf aan kapot. Absoluut idiote strategie. De belastingdruk is 80% hier. En wij ons maar inspannen. Oh, ik moet alweer naar mijn werk. Oh, ze zeggen een 40-urige werkweek. Maar ik sta echt wel anderhalf uur in de file. En dat vind ik ook werken. Ja, ik ook. Als iemand tegen mij zegt van, kan je eventjes naar me langskomen? En die persoon woont in, zullen we zeggen, Zaandam.
Ja. En het is, het is 3:00 PM. Ik zeg van ja, de stotter. Een klant, zeg maar. Een klant belt mij. Ja, ik wil echt dat je nu langskomt. Ik zeg, nou, dat is best dan. Ja. Maar die klant gaat wel betalen. Maar u weet precies hoe het zit, hoor. Vanuit Arnhem naar Zaandam. En dan op een vrijdagmiddag. Ha, 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 ha. Ze rijdt met een gemiddelde snelheid van 30 km per uur naar Zaandam. Daar gaat die klant voor betalen. Lijkt mij. En dat ik dan over de benzine nog accijns moet afdragen. Dat is niet eerlijk. Dat mag de overheid helemaal niet doen. Dat is diefstal. De overheid mag met ons, wij zouden Confucius opnieuw moeten begrijpen. Geen hond die heeft Confucius gelezen. Maar ik wel. We moeten een contract opstellen met de overheid. Oh ja, John Locke. Dat is een Engelsman. Locke, dat spel je Locke met CK. John. En John, dat ken je wel. Johannes en dan de rest van die Annes eraf. Van John. John Locke. De social contract. Wij zouden die mensen verantwoordelijk moeten houden. Want ja, jullie vragen de hele tijd geld. Als wij maar een vinger bewegen, dan willen jullie minimaal 10%. En waarom eigenlijk? Dit wordt spannend, hè? Ik ga lekker door over belasting en hoe wij gepakt worden. Want ik weet hoe de scam in elkaar zit. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs. Ik kan daar niks aan doen. Ik vind het tof. Ik vind ja, er zijn toch nog mensen die naar mij luisteren. En dat geeft mij moed. Om lekker door te gaan met mijn volgende uitzending. Ja, dit zijn donkere dagen. Maar niet thuis. Hey, op zijn Hamburgs neem ik altijd afscheid. Und nun sag ich, tschüss. En dag lieverds.